Ik wed dat je nog nooit een patrijs in een kerstboom gezien hebt. Patrijzen zitten toch meestal in fruitbomen, niet? Nou, zo staat het hier in de 12 kerstmisdagen. Oh, stel je eens voor, 12 dagen kerstmis. Oh, dat zou veel geld kosten. Nou, het is allemaal hier begonnen, in het kasteel van de stoere en moedige heer Karel Boomstam. Zie ik er niet stoer en moedig uit vandaag, Bessenbeertje? Absoluut, zeker zeker, zonder twijfel. Zeg eens, waarom wil die mooie prinses Silverbel dan niet met me trouwen? Al jaren hou ik van haar. Men zegt dat ze nogal humeurig is, mijn heer. Ze lijkt aan zwaarmoedigheid. Nogmaals een aanzoek van de heer Karel Boomstam, uw ontstemdheid. Begrijpen die mannen het dan niet? Ik wacht op een man die mij aan het lachen maakt. Is dat te veel gevraagd? Oh, en als ik hem dan ooit vind, dan trouw ik met hem. Op mijn zwaard, Bessenbeertje. Ik zal met de prinses trouwen deze kerstmis door haar alles te geven wat haar humeurige hartje vraagt. Ja, mijn heer. Jij gaat nu naar het paleis en stil prinses Silverbel's verlanglijstje. Stelen, mijn heer? Stelen, sukkel! Met die lijst weet ik precies wat ik moet kopen voor de prinses. Ik zal haar behangen met cadeaus. En dan word ik haar allerliefste. Intussen maakte de prinses in haar kamer haar verlanglijst voor kerstmis. Een gedichtenbundel, een verfdoos, een zonnewijzer. Toen ze klaar was, ging de prinses naar haar vaders troonkamer om hem de lijst te geven. Maar eerst ging ze even langs bij de koninklijke puzzelkamer. Heer Allegram, ik kom de antwoorden halen van de wekelijkse kruiswoordpuzzel. U weet hoe mijn vader daar altijd op wacht. Hier zijn ze al. En wens de koning een vrolijk kerstfeest van mij. Ik ga naar mijn familie toe. Een goed uiteinde. Dag! Ja, hier komt mijn kerstmisbonus aan. Zo gaat het goed. Heer Anagram heeft vast vakantie nodig. Wat voor antwoorden zijn dit? Een gedichtenbundel, een verfdoos, een zonnewijzer. Hé, hey, dat is mijn verlanglijst, vader. De ander ben ik vast verloren. Als ik dan niet de oplossing krijg van heer Anagram, moet ik deze ene keer maar zelf die vreselijke puzzel oplossen. Eén patrijs, twee torteltjes, drie Franse hennen, vier kakatoes, vijf ringen van goud. Zes ganzeneieren, zeven witte zwanen. Bij mijn zwaard, prinses Silverbel heeft hele vreemde wensen. 9 trommelslagers, 10 doedelspelers, 11 dolle dames en 12 springende heren. Oh jee, het zou wel een hele grote klus worden om een vrouw te behagen. Ik heb het! 12 dagen in totaal krijgt zij een wens van haar lijst toegestuurd. Grote klus, zeker weten, onmogelijk, waarschijnlijk. Ja, maar we redden het wel, nietwaar? Bessenbeertje. Ik? Mijn heer? Jij gaat alles zoeken wat de prinses vraagt. Of je begint het nieuwe jaar... zonder kerstmisbonus. Of erger nog. Dus... Bessenbeertje ging op weg om alle wensen van die vreemde lijst te zoeken. En de eerste was... je raadt het. Ik in een fruitboom. Dacht je echt dat ik alleen maar dit verhaal vertelde? Heel veel van die appels in deze bomen. Maar waar vind ik nou die patrijs? Hé, op zoek naar mij. Dat is een patrijs. Zeker weten, een patrijs. Hallo, mevrouw. Ik moet u meenemen naar het paleis. Gaat niet, hoor, schat. Ik ga niet weg zonder mijn boom. Deze boom en ik zijn een stal. Begrepen? Juist. Geen probleem. Wacht hier. Houd moed, mijn dochter. Houd moed. Het is vandaag de eerste kerstdag. Nou, Een cadeau van heer Karel Boomstam, bezorgd door zijn schildknaap Bessenbeertje. Geschenk? Werkelijk? Vooruit dan maar.
Op de eerste kerstdag zond mijn allerliefste mij een patrijs in een fruitboom. Oh, patrijs! Ja, ja. Een woord van 7 letters voor vogel. Dat klopt, ja. Wat een idioot cadeau is dat. Haal het weg, nu. Juist, onmiddellijk. Ben al weg. Ah, ze is alleen maar wat verlegen, Bessebeertje. Morgen, Bessebeertje, breng je de prinses het tweede geschenk. Samen met het eerste. Dan zal ik zeker haar hart winnen. En wat is het tweede geschenk? Dorteltjes, mijn heer. Vind ze maar. Vang ze maar eens. Je doet het. Of anders. Om een duif te vangen, moet je een duif worden. Helaas kan ik zelf niet vliegen. Een geschenk van de heer Karel Boomstam. Ik hoop werkelijk dat hij nu iets beters geeft. Open het maar, mijn nagels zijn nog nat. Oh, op de tweede kerstdag zond mijn allerliefste mee. Oh, 2 torteltjes en een patrijs in een fruitbol. Torteltjes, dat past. Zeg heer Karel Boomstam dat ik heel kwaad ben. Juist, ik ga al. Ik ben al weg. Oh, wat een pit heeft die prinses toch. Morgen breng je haar alle 3 de cadeaus. Oh, alle 3, mijn heer. Non. Oui, 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 s'il vous plaît. Non, non, non. Bon, ik ben een chaud ruk. Kom toch mee, mijn kleine hennen. De prinses heeft verward haar geschenk. Oui, 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 oui. Hé, uwe murigheid, kijk eens naar ons. Op de derde kerstdag stond mijn allerliefste mij. 3 valse hennen. 2 torteltjes. En een patrijs in een fruit. Bam! Daaruit! 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 Ik weet niet of ik het zo nog 8 dagen volhoud. Op de vierde kerstdag mijn liefste stuurde mij. Ah, ik wil een lekker koekje. Ah. 3 torteltjes, 3 vrouwtjes. Denk jullie meestal soms dat ik met vogels te vangen ben? Ga weg! Best een beertje wil een aspirintje. De prinses bezwijkt. Ik kan het voelen. Kan hij het voelen? 5 ringen, hè? Ik weet waar je een paar grote vindt. Heer Karel Boomstam kon de ringen ook bij de juwelier om de hoek kopen. Maar nee hoor, dat is iets te simpel. Niet slecht. Wat denk jij? Nou, mijn hoogheid, ik denk dat u nu nog een geschenk krijgt. En op de 5e kerstmiddag, mijn liefste stuurde mij 5 ringen van goud. Ring-a-ding-ding-ding, 4 kakatoes, 3 van zijn, 2 kortjes. En een patrijs in een fruit. Patrijs in een fruit. Ik wil het niet meer horen. Huh? Fruitboom! Oh. Oh. Ha! Ze is niet humeurig, schat. Ze is gewoon koppig. Oh, koppig. Steken weten. Koppig. Leuk? Zijn ze leuk? Dat begint erop te lijken. Werkelijk, meneer? Zeker weten. Blijf haar alles geven wat ze graag wil. Maar mijn heer, ze wil niets hebben wat ik aan haar geef. En ze wil zeker niet meer vogels.
Bessenbeertje, wil jij de zon nog op zien komen? Zesde kerstdag zal mijn allerliefste meid zes ganzen eieren. Oh yeah. Oh yeah. 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 Op de zevende kerstdag zond mijn allerliefste meid zeven witte zwanen. Niet nog meer vogels! Als jij nog één zo'n verenbeest naar dit paleis brengt, dan vraag ik mijn vader om jou te onthouden! Ik ben bang dat voor die eer al een wachtlijst bestaat. Papa, ik wil heer Karelsknecht verbannen uit dit paleis. Waarom nou toch, mijn lieve dochter? Omdat al de cadeaus die hij brengt veren hebben. En u weet hoe ik over veren denk. Dat weet ik wel, ja. Maar misschien kan die knecht je iets brengen waardoor je gaat lachen. En bovendien, mijn liefste dochter, zijn het uitstekende antwoorden voor mijn kruiswoordpuzzel. Oh, goed dan, papa. Ik doe het voor jou. Je gaat niet terug naar het paleis. Wat bedoel je? Ik durf niet, mijn heer. De prinses zegt dat ik word onthoofd als ik terugkom. Nonsens. Ze doet alleen maar een beetje moeilijk. Ze moet gewoon een beetje meer overtuigd worden. En jij ook, bessenbeertje. Vroeger vond ik het leuk om een schildknaap te zijn. In het paleis hakt de prinses mijn hoofd er meteen af. En hier doet heer Karelboomstam precies hetzelfde. Ja, het is waar, liefje. Maar je hebt een betere kans bij de prinses. Ja, juist, prinses Knorrebel, haar naargeestigheid. Oh, kop op nou. Ze zoekt iemand die eraan het lachen maakt. Probeer het nog een keer. Wat verlies je ermee? Nou, alleen maar mijn hoofd. Ik denk dat je een goede keus maakt, bessenbeertje. Nou, ik hoop het maar, mijn heer. Blijf niet liggen. Deze dag is bijna om. Op de achtste kerstdag zond mijn allerliefste mij. Oh, wat zie ik nou? Hier, houd de vogels. Ze hakt tenminste mijn hoofd er niet af. Oh. Oh, ik heb nog nooit zo'n hoofdpijn gehad. Het is geen hoofdpijn, uw ellendigheid. Oh, vertel me niet. Help, op de negende kerstmiddag. Stuur mijn liefste mee, halt. 9 trommelslagers, halt. 8 melkpijnen, halt. 7 witte zwanen, halt. 6 ganzen eieren, halt. 5 mag ik ook meespelen? Ringen. 2, 3, 4. Tot morgen? Ha! Ik kom niet uit mijn bed morgen. Wat Bessenbeertje ook doet. Nou, op die 10e kerstmisdag lag onze prinses helemaal uitgeput in haar bed. Geen stomme cadeaus van Bessenbeertje. Maar het lijkt wel een feestje. Waarom ben ik niet uitgenodigd? Huh? Huh? Bessenbeertje, wat is hier de bedoeling van? Bedoeling? Nou, het is... Op de 10e kerstdag.
zond mijn allerliefste mij. Tien doedels spelen. Nee, eigenlijk kon ik er maar 9 vinden. Dus moest ik zelf ook niet dat het jou het uitmaakt, hè? Precies, geen bal. 6 ganzen eieren en 5 gouden ringen. Oh, dank u. Dank u zeer veel. 10 dagen en niets. Ah, fout, schat. Ze lachten bijna, hoor. Klein lachje misschien. Nou, toch zal hier Karel Booms dan tevreden zijn. Ze lachten bijna, werkelijk. Ik wist dat mijn vasthoudende koppigheid zou winnen. Feliciteer mij, beste biertje. Nog 2 cadeau en ze is van mij. Voor altijd. Gefeliciteerd, mijn heer. Ja, ik, Arthur Dessenbeertje, zal jullie koninklijke debutanten voor morgenmiddag leren dansen. Geheel kosteloos. En 1, en 2, ja, s'nachts op mijn allerliefste mij. 11 dolle dames, 10 doedels spelen. En hoe heet dit? 9 trompels. De dolle dames dansen. 8 melkmeiden. En hoe leerde je deze dolle dames dansen? 6 Het was niet makkelijk. 11 dolle dames. 5 ringen. Papa? Kijk nou, ik dacht even dat ze bijna vrolijk lachten. Nee, dat kan niet. Het was waar. Zelfs de zwaarmoedige prinses werd vrolijk van het dansen. Het arme bessenbeertje werd vrolijk van de prinses. Zwaarmoedig? Misschien. Maar beeldschoon? Zeker weten. Atsje! Atsje! De ruit! De ruit! Atsje! De ruit! 1 dag over en het gaat slechter met me dan ooit. Vertel het me niet, schat. Maar je begint verliefd op haar te worden. Hopeloos, duidelijk, uitzichtloos, zeker weten. Oh, maar hoe smor verliefd hij zelf ook was op de prinses. Bessenbeertje was een hele trouwe knecht. Ja, om mijn eigen hoofd te houden. En dus bracht hij heer Karel Boomstams 12e geschenk. Dag. Weet u zeker dat de koning ons wil zien? Hij dringt erop aan, mijn heer. Stuurt hij u anders nieuwe laarzen? Bessenbeertje, die heren daar springen niet. Rustig, rustig, mijn heer. Deze chili poedersoultjes in hun laarzen zouden op dit moment hun uitwerking moeten hebben. We hebben heel hard gelopen, uw hoogheid. Zo snel dat mijn voet heen laat het veel fijn doen. Nou, dat is een goeie. Ja, dat is ook het laatste woord voor mijn kruiswoordpuzzel. Nee, maar is dat mijn dochter die lacht? Het is gelukt, bessenbeertje. De prinses ligt dubbel van het lachen. Dochter, betekent het nou dat je... Als hij me tenminste wil. Ik wist dat ik je hart zou winnen, prinses. Ach, kop omhoog, schat. Dat heb je tenminste nog. En ook nog een grote bonus? Waarschijnlijk, maar mijn hart is gebroken. Zeker weten. Mijn antwoord is ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ik trouw met je knecht, Bessenbeertje. Bessenbeertje? 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 Oh, geen idee! Bessenbeertje? Ik? Ja, jij. Wat jij niet deed
tijd om mij te laten lachen. Je was vogelwachter, doedelspeler, ganshoede, dansleraar. Nou, dat vind ik cool. Nee, warm. Zeker weten. Warm. Nou ja, dus ik wist dit al lang. Maar jij wilt toch niet dat ik het einde ga verklappen, hè? 3 vossen en 2 torteltjes en 1 parijs in 1 vrouw. Oh, dat ben ik. Oh, wacht eens even. Dat vergat ik bijna. Ah, vrolijk kerstfeest iedereen.